De hoeveelheid afval die wij met z'n allen produceren is natuurlijk ongekend. Het grote probleem is, hoe komen we er weer vanaf en wel zo duurzaam mogelijk? In Amsterdam hebben ze daar een oplossing voor. De Circle of Waste. Ja, en een dag lang rondbanjeren tussen de stinkende, rottende rotzooi. Dat leek me typisch een klusje voor Tim. Plastic recyclen blijft lastig, maar dat is in een aantal steden sinds kort verleden tijd. Want daar mag plastic gewoon bij het huisvuil. Maar hoe maken ze van dit? Dit, een volledig gerecycled plastic bakje. How do they do it? Bij het afvalenergiebedrijf in Amsterdam doen iedere dag 320 mensen hun best om op een zo duurzaam mogelijke manier van ons afval energie te maken. Maar gelukkig kan een groot deel van het afval worden hergebruikt. Daarom is er een speciale scheidingsinstallatie gebouwd die volautomatisch metalen, plastics en papier uit het afval filtert. Dit is dus al het afval wat uit de regio komt? Ja, dus wij ontvangen hier dagelijks ongeveer 1100 ton uit alle omliggende gemeenten. Dus een groot deel komt uit Amsterdam, Haarlem en allerlei andere kleine gemeenten om ons heen. Ja, maar ik zie hier dus nu papier, plastic, alles door elkaar. Dit afval is nog niet gescheiden, toch? Nee, klopt. Onze partnergemeenten hebben de keuze gemaakt om over te gaan op bronscheiding, in ieder geval een groot deel daarvan. En dat betekent dat de bewoners van de stad alles gewoon in één afvalzak doen. En wij doen het sorteren voor hen. Maar dat lijkt me toch ontzettend veel werk dan? Machines werken gelukkig 24/7 heel hard en klagen nooit. In deze bunker komen iedere dag ruim 150 vrachtwagens het huishoudelijk afval storten. En kan deze fabriek dus 365 dagen per jaar doen waarvoor hij gebouwd is. Afval scheiden. Met happen van maximaal 3 ton per keer wordt het afval met een kraan in de machine gestort. Daarna worden de zakken opengescheurd. Het nu losse afval gaat met behulp van een transportband het ingewikkelde labyrinth van diverse scheiders in, om er verschillende stromen van te maken. Met een grote magneet worden eerst alle metalen uit het afval gehaald. De rest van het afval gaat dan over een aantal trillende zeven, waardoor los zand, steentjes en andere zware delen naar beneden vallen. Alleen de grotere en lichtere delen blijven zo over, wat meestal plastic is. Nou, deze band gaat wel ontzettend hard. Ja. Waarom gaat het zo snel? Omdat die computer ook zo snel is. Hier komen alle vormvaste plastic, maar je ziet ook nog wel wat folie. Komt onder die computer, die leest met een lichtstraal wat er over die band gaat. En op basis van de molecuulsamenstelling en de weerkaatsing van het licht weet die computer precies wat er over die band gaat. Niet? Ja, die ziet of het folie is, of dat 3D kunststof is, of dat papier is. Maar ja, hij leert alles. En op basis daarvan beslist hij, dit moet van de band af of moet weer door? Ja, dus hij weet wat er op de band ligt. Dus wij zetten in die computer wat hij moet sorteren. En als hij dan een targetstroom ziet, dan blaast hij een stoot lucht. En dan schiet hij het zo op, over de luchtbalk heen. Met uiterste precisie worden de lichtere, zachtere plastics over de balk geblazen en vormen daarmee hun eigen stroom, de folies. Deze nieuwe stroom wordt nog een keer gecontroleerd, zodat ook de laatste resten papier worden verwijderd. In grote compactors worden de verschillende stromen gescheiden afval, zoals papier, metaal en drankkartons, per type samengeperst en gebundeld tot grote balen. Zo ook het plastic. Maar dit is dan wel gesorteerd? Schoon is het zeker niet. Er kleeft nog steeds ketchup en ander vuil aan. Kijk eens aan. Hier staan we dan bij een van onze eindproducten, folie. Maar ik zit ernaar te kijken en ik zie eigenlijk nog steeds vooral afval. Ik snap dat je dat zegt. Het komt als afval binnen, maar dit is er echt een grondstof, een product. Zo gaat het hier het terrein af. Dit gaat naar een eindverwerker, die zal het ook nog wassen. Uiteindelijk worden daar weer hele mooie grondstofjes van gemaakt, zoals granulaat of flakes. En dat wordt weer gebruikt voor nieuwe producten. Ja, dit is nog niet de eindfase voor dit product. Niet het eindstation, nee, zeker niet. De volgende stap in dit proces bevindt zich letterlijk op een steenworp afstand van AEB. Plastic Recycling Amsterdam. Hier worden de balen plastic naartoe gebracht om verder gesorteerd te worden. Om van een shampoofles weer een shampoofles en van een bakje weer een bakje te kunnen maken, is het namelijk van belang dat de juiste soorten plastic bij elkaar komen. En Roy Klaassen kent dit geheim van de smid.
Zo. Ja, dit is een hele hoop plastic. Het is nu uit het huisvuil gesorteerd, klaar om verwerkt te worden. Roy, jullie kunnen bij Plastic Recycling Amsterdam het plastic zelfs sorteren op het type plastic. Hoe uniek is dat? Ja, dat is super uniek. Wij maken gebruik van een magnetische dichtheidsscheider. Daarmee kunnen we de gemixte plasticstroom scheiden tot zuivere grondstoffen. En uiteindelijk nieuwe producten. Dit kan niet zo de machine in. Eerst moeten we het uit elkaar gaan halen. We moeten het tot kleine flakes gaan fijnmalen en vervolgens heel grondig wassen. Voordat wij het de MDS in kunnen sturen. Nou, wassen dat lijkt me erg verstandig, maar dat ruikt hier niet al te best. Nee, dat zeg je heel goed. Om er helemaal zeker van te zijn dat niet per ongeluk toch nog andere materialen zoals glas en metaal tussen de plastic zitten, wordt het nog één keer geschud, gezeefd en gescheiden. Daarna wordt het plastic met behulp van vier enorme vormwielen door een gigantische shredder gedrukt. Door dit monster blijft er niet veel meer over dan kleine losse stukjes plastic. Maar er kleven nog steeds tomatensoep en restjes hamburger aan. Dus het moet grondig worden gewassen om van al die viezigheid af te komen. Die maakt die machine hier. Niet normaal. Dit is dus die grote wasmachine. Dit is de grote wasmachine. Dat is om te zorgen dat die flakes schoon genoeg zijn om gescheiden te worden in de MDS. En op welke temperatuur wordt die vervolgens gewassen? De laatste stap is een hotwash van 85 graden. Die zorgt ervoor dat alle stickers en laatste vervuilingen van de flakes afgehaald worden. Als de flakes uit de verschillende wastrommels komen, moeten ze worden gedroogd. Dit gebeurt door middel van lucht om te voorkomen dat alles aan elkaar gaat kleven. Daarna zijn ze klaar voor de unieke stap van dit bedrijf, de MDS. Oftewel, de magnetische dichtheidsscheider. Het ziet er eerlijk gezegd een beetje uit als een grote zwarte doos. Maar wat hier achter ons gebeurt, dat is dus echt jullie geheim. Inderdaad, wat je hier achter ziet is onze magnetische dichtheidsscheider, de MDS. Hier kunnen wij de gemixte stroom scheiden op productniveau. Hier scheiden wij PP, HDPE en PET. Van de flakes wordt een homogene laag gemaakt, zodat de MDS zijn werk optimaal kan doen. In deze machine bevindt zich namelijk een unieke vloeistof en een serie speciale magneten. Doordat ieder type plastic zijn eigen dichtheid heeft, gaan de verschillende type flakes als het ware op hun eigen niveau in de vloeistof drijven. En als je deze stromen los van elkaar afvangt, kun je het plastic dus snel en nauwkeurig op type sorteren. Het sorteringsproces is daarmee afgerond. Het zijn nu monotype plastics geworden. En per soort worden ze opgevangen in grote big bags van 2 kuub per stuk. En hier komt dus het gezuiverd plastic allemaal in zijn eigen zak terecht. Inderdaad. Deze, hier komt zuiver PET grondstof uit. Dit is PET. Kan ik het pakken? Kan je pakken. Wow! Even kijken. En dan heb je gewoon een handje vol. Met zuiver PET plastic. Ja, het kwam binnen als stinkend plastic, maar het is nu gewoon schoon. Inderdaad, dit is schoon genoeg om zo naar de volgende verwerker te sturen. Daarna worden de big bags klaargemaakt voor transport en kunnen zo op naar de volgende stap in dit circulaire proces. Zometeen zie je hoe de cirkel van gerecycled plastic verder afgerond wordt. En dit is dus 100% gerecycled plastic. Ja. En zien we een flitsende uitvinding waarvan je soms denkt, was dat nou echt nodig? Dat en meer zie je zo in How Do They Do It. Inmiddels is het plastic van het huisvuil gescheiden en verknipt tot kleine flakes. Daarna is het met behulp van magneten gesorteerd op soort en verwerkt tot granulaat. De Koninklijke Hordijk Groep is een van de grootste thermovormproducenten van Europa. Hier worden per dag maar liefst 7 miljoen stuks verpakkingsmateriaal gemaakt, waarin ons eten schoon en vers gehouden wordt. Fons Groene is technisch directeur en dus met recht Mr. Plastic. Want hoe maak je van granulaat weer een bakje? Dit is dus granulaat. Ja, dit is granulaat. Dit is onze basisgrondstof. Die krijgen wij binnen in big bags, maar ook in silo's. Vanuit die big bags of vanuit die silo's zuigen wij het met buizen aan naar onze extrudermachine. Maar nu zie ik nog witte korrels. Hoe maak je hier dan uiteindelijk transparant plastic van? Ja, dat gaat vanzelf. Op het moment dat je dit in de extruder stopt, dan wordt het warm. En de structuur van deze korrel is kristallijn. Dat is een kristalvorm.
daardoor is het niet doorzichtig. Maar als je het gaat smelten, dan worden die polymeerketens die worden losser. En dan wordt de status amorf. En dan is het transparant amorf. En dan wordt het dus ineens van troebel dat je er langzamerhand meer doorheen kan kijken. Ja, en het wordt glashelder. Op 25.000 vierkante meter doen 10 zogenaamde extruders 24 uur per dag hun best om plastic van de allerhoogste kwaliteit te maken. Dit is dus de extruder? Dit is de extruder, ja. Dit is waar de materialen zeg maar, naar binnen komen, waar ze gedoseerd worden en waar het kunststof gesmolten wordt. Wat een mega apparaat! Het granulaat wordt via zogenaamde hoppers gelijkmatig de extruder ingeleid. Daar wordt het door middel van een steeds warmer wordende schroef gesmolten tot een egale, hete massa. Het gesmolten plastic wordt vervolgens door een breed verticaal mondstuk geperst. Het plastic wordt daarna over een serie koude rollers gevoerd, zodat het in rap tempo afkoelt. Op die manier ontstaat een brede baan doorzichtig plastic. De zogenaamde folie, die weer op een rol wordt bewaard. De enorme rollen folie gaan vervolgens naar een ander deel van de fabriek, waar weer een nieuwe serie machines klaarstaat om helemaal automatisch van die folie weer plastic bakjes te maken. Ah, kijk, hier heb je dus die rollen. Ja, dit zijn die rollen die op die extruder geproduceerd zijn waar we net waren. En dit is dus 100% gerecycled plastic? Ja, dit bestaat voor 100% uit gerecycled kunststof. En dat gaat hier de machine in. En met behulp van de matrijzen en perslucht en vacuüm wordt die folie in die matrijs geblazen in de mol. En er wordt er een bakje van gemaakt. De folie wordt vanaf de rol de machine ingeleid en kort verwarmd. Daarna wordt met behulp van een speciale matrijs en een vacuüm het warme plastic in de juiste vorm gezogen. Alleen zitten de bakjes nu nog vast in de folie. Daarom drukt een speciale stans de bakjes uit het folie en verzamelt ze. Het restant van het plastic gaat direct terug de fabriek in, zodat het weer omgesmolten en hergebruikt kan worden. Ja, daar komen ze. Daar komen de bakjes. Kijk eens aan. Nu is het een plastic bakje geworden. Ja, dit is een plastic bakje geworden en dit is dus van 100% gerecycled PET. Maar hij is niet helemaal transparant. Er zit wel een klein kleurtje in. Er zit een klein kleurtje in en dat is eigenlijk het effect van post-consumer gerecycled materiaal. Door het gebruik door de consumenten is het gewoon wat gekleurder. Maar het is wel transparant en als je het voedsel zeg maar, erin ziet, dan valt het eigenlijk nog minder op dat het een tintje heeft. Ja, wij zouden eigenlijk zeggen van ja, dat is eigenlijk een kenmerk waardoor je kan zien er zit gerecycled materiaal in. Ja. Accepteer dit, want het is wel helemaal circulair. Okay. Het zou een mooi streven zijn als alles 100% gerecycled materiaal, maar daar heeft de consument ook een rol in om te zeggen wij geven hier de voorkeur aan. Ja, met de meer acceptatie van deze kleur zeg maar in een breed publiek versnelt eigenlijk de inzet van gerecycled materiaal waardoor we sneller bij ons doel kunnen zijn. Bij deze, ik heb het geaccepteerd. Hartstikke goed, heel fijn. En tenslotte worden er stapels van gemaakt die verder verpakt worden om te vertrekken naar de voedingsindustrie. Klaar om gebruikt te worden door de consument. En dat bakje zien we over een tijdje wel weer terug.